Hallo iedereen, deze week gaan we starten met het laatste onderdeel van Access en dat zijn de rapporten. Voor leerlingen onder jullie die het niet meer zouden weten, de rapporten zijn eigenlijk een manier om alle gegevens die in een tabel of in een query of meerdere tabellen of meerdere queries staan, overzichtelijk weer te geven en het vooral te gaan kunnen afdrukken. Ik heb jullie hierbij het voorbeeld uitgegeven dat de school dit ook kan gebruiken om jullie studentenkaarten bijvoorbeeld te gaan maken. Wij gaan daar vandaag ook mee beginnen, maar we gaan rustig aan beginnen. En daarvoor ga je eerst en vooral naar je documenten in Smart School, naar Fiche 6 en open je de oefening Titanic. Je klikt zo meteen weer op inhoud inschakelen en dan zie je dat er twee tabellen in zitten. Wij gaan de tabel van de bemanning gaan, sorry, nee, excuseer, de tabel van de passagiers liever gaan gebruiken. Je ziet daarin dat het een vrouw of man is, de achternaam, de voornaam, welke leeftijd die persoon had, ja, inderdaad had, en nog een heel aantal andere gegevens. Wij gaan nu iets heel simpel maken en dat zijn etiketten. Dus we zouden bijvoorbeeld naar de nabestaanden van deze mensen een envelop willen sturen met een brief erin. En we gaan de naam van de persoon die op de Titanic zat daarop zetten. Wanneer je dit allemaal gaat opschrijven, dan kan je hier onderaan zien dat er 1308 mensen zijn. Dat is redelijk veel. Wanneer we dit gewoon heel simpel gaan kunnen afdrukken op etiketten, gaat dat al veel makkelijker gaan. Hoe doe je dit? Ja, je gaat eerst en vooral deze tabel geopend hebben en je klikt bovenaan op maken. Dan ga je hier ongeveer in het midden aan de rechterkant kunnen klikken op de knop etiketten. En het eerste wat je dan gaat krijgen is een scherm waar je gaat moeten kiezen wat voor soort etiketten je gaat gebruiken. Wanneer je later etiketten zou gaan kopen, dan kan je in Access aangeven welke fabrikant, van welke fabrikant je etiketten zijn en welk soort etiketten het zijn. Wij gaan nu even de tweede nemen. Dus de fabrikant mag je laten staan en we gaan voor de C2180. En daar zouden dan drie etiketten naast elkaar moeten komen te staan, horizontaal. Dan klik je gewoon op volgende. En je kan hier eerst en vooral al het lettertype, lettergrootte, letterkleur een beetje gaan aanpassen voor je etiketten. Dat mag je zeker en vast doen van mij. Dat hoeft niet per se. Ik ga de kleur bijvoorbeeld even aanpassen naar dit, dat het wat mooier lijkt. In het cursief zetten. Ik klik daarna terug op volgende. En dan ga je moeten zeggen wat je allemaal op je etiket wilt hebben te staan. Eerst en vooral, ik wil de aanspreking, dus meneer of mevrouw. En dan wil ik eigenlijk de familie en de voornaam ernaast hebben te staan, maar wel met een spatie ertussen. Hoe doe je dat? Je duwt gewoon echt letterlijk op de knop spatie op je toetsenbord. Dan ga je de familienaam invoeren. En dan nog één spatie en dan ga je de voornaam invoeren. Dan klik je op enter, of druk je op enter liever. En dan ga je nog iets daaronder zetten. En daaronder zet je de instapplaats van die persoon. En daaronder, door opnieuw op enter te drukken, ga je het beroep erin zetten. Daarna klik je gewoon op volgende opnieuw. Ik kan ook dan de etiketten gaan sorteren. Dus wanneer we de etiketten online in Access gaan bekijken, gaan die in een bepaalde volgorde staan en we gaan die sorteren op familienaam. Volgende. En dan gaan we zoals altijd de correcte naam geven aan dit formulier. We beginnen met FRM en dan passagiers met een hoofdletter. Hier moet je niets aan veranderen en we klikken op voltooien. Wanneer dat klaar is, gaan we heel even moeten wachten tot wanneer Access ons dit kan laten zien. En dan ziet het er normaal gezien zo uit. Je ziet dus de hele tijd drie mensen naast elkaar staan op je blad. En wanneer dit etiketjes zouden zijn, kan je die er gewoon afhalen en mooi op een enveloppe kleven. Wanneer je volledig klaar bent, ga je zoals altijd correct opslaan. Voornaam, punt achternaam, punt Titanic. Ga je het indienen in de juiste uploadzone. En dan wens ik jullie nog heel veel succes.